Vandaag heb ik weer een nieuw hard look voor jullie. Deze keer van sneeuwpoppen. Een beetje een magisch sneeuwpop idee was het. Super leuk om te maken en met wat 3D elementen erin. En natuurlijk glitter, want ik hou van glitter. Dus laten we beginnen. Als achtergrond heb ik een lakje van Color Club gebruikt. Dit is LuminICEnt. Het is gespeld als LuminICEnt. Echt met dat ice in de hoofdletters. Ik vond hem wel grappig. Het is al best een oud lakje. Zoals je ziet is die metallic blauw. Waardoor, vooral door het metallic gedeelte, het eerste gedeelte van de tutorial een beetje moeilijk te zien is. Sorry daarvoor, maar vanaf dit punt wordt het wel zichtbaarder, want nu ga ik met blauw eroverheen. Het kan best zijn dat deze techniek een naam heeft. Ik zou niet weten wat het is overigens. Het komt erop neer dat ik eerst gewoon witte vlekken heb gemaakt en na met blauw het eigenlijk eromheen in ben gaan vullen. En daarna gewoon steeds het blauw wat naar binnen ben getrekken terwijl het wit nog nat was. En vervolgens weer met wit eroverheen, dan blauw eroverheen. Gewoon net zolang tot je een beetje een 3D effect krijgt. Dat net lijkt dat de sneeuwman daadwerkelijk rond is in plaats van gewoon plat. En wat ik ook heb geprobeerd te doen, dat is echt gewoon een super simpele truc om te zorgen dat een sneeuwpop er... Ja, een sneeuwpop. Wat je dan ook weer nagels tekent eigenlijk. Er meer levendig uitziet, dat is om het een beetje dynamisch te tekenen. Volgens mij heette het zo, ik probeer me nu echt te herinneren hoe al die termen waren op de middelbare school bij tekenles. Volgens mij heette het in ieder geval dynamisch, dat het net lijkt of er beweging in zit. Weet je wel, net als een boom, dat die dan scheef staat in de wind en dat soort dingen. Dat kan ik me echt nog herinneren van het lesboek. Dat heb ik met de sneeuwpoppen dus ook geprobeerd. Dus dat je ze niet per se frontaal rechtop ziet. Maar ook niet helemaal. Weet je wel, zoals in die Egyptische plaatjes en alles. Helemaal vanaf de zijkant. Profiel heette dat. Ja, ik weet nog wel iets van de middelbare. Maar gewoon een beetje, ja, dat ze net niet recht en net niet scheef staan. Maar alsof je ze gewoon ziet staan als je langs loopt. Een realistischer beeld. En op de twee overige nagels, ja, ik wilde er wel iets van opvulling op. Je kan er ook gewoon uiteindelijk alleen het glitterlakje op doen natuurlijk en het verder leeg laten. Maar ik wilde toch iets van detail erop, dus daar heb ik sneeuwkristallen getekend. De meest basic sneeuwkristallen die ik kon verzinnen, gewoon heel simpel. En ook daar heb ik blauw bij toegevoegd. Hier niet echt om een beetje, ja, hier niet echt om een 3D-effect te geven, maar meer gewoon om de kleuren wat interessanter te maken. Dus gewoon van het begin begonnen, vanaf het midden begonnen. En naar buiten geveegd en weer gewoon, weet je, heen en terug gaan tussen wit en blauw. Net zolang tot het, ja, naar mijn smaak de goede kleur had. En dan is het tijd voor de outfits van de sneeuwpoppen. Ja, je kan ze zo aankleden als je wil. Mij leek het leuk om ze een beetje op hun kerstbest in plaats van paasbest uit te laten zien. Met een mooie hoge hoed en een kersttrui aan. En ja, ze hebben wel alle drie dezelfde outfit aan trouwens. Je kan het ook per sneeuwpop anders doen. Maar ik vond het wel leuk om gewoon ze alle drie hetzelfde te houden. Dat vind ik altijd wel één ding wat jammer is in Nederland. Dat we eigenlijk geen sneeuwpoppen kunnen bouwen, weet je wel. Dat, ja, tenminste, er ligt hier echt zo weinig daadwerkelijk goede sneeuw. Het is bij ons natuurlijk altijd die natte zooi. Ik kan me echt nog gewoon, ja, herinneren. De laatste keer dat ik een sneeuwpop gebouwd had, was echt toen ik een 10er was of zo. Dan voel ik me oud. Ik ben pas 25, maar goed. Maar toen ik een 10er was dus, kan ook al zo'n 10 jaar geleden zijn, ja. Dan voel ik me echt oud. Punt is, dat was trouwens niet eens een sneeuwpop trouwens. Dat was een sneeuwbeer, kat, demonisch iets wat heel klein was. Want ik had niet genoeg sneeuw en het zag er best wel creepy uit. Het heeft nog dagenlang zou smelten op de tafel in de tuin. Ja, dat was een beetje een veel. Ik ben geloof ik beter in sneeuwpoppen op mijn nagels te tekenen dan te proberen sneeuwpoppen daadwerkelijk te bouwen, kunnen we dus wel concluderen. Maar dat is op zich altijd wel jammer, weet je wel. Je ziet in films, ook in de Donald Duck bijvoorbeeld, daar, ja, die lees ik ook serieus nog steeds. Zie je altijd zo'n heel mooi sneeuwlandschap en hier hebben we altijd alleen maar die kaleffen natte zooi. Funny story trouwens, nou ja, zo grappig was het op het moment niet, maar achteraf gezien wel. Ooit had ik sneeuwschoenen waarbij ik er op een zeer handige manier achter kwam dat ze lek waren. Namelijk, ik ging naar werk als postbezorger, dus je kan de hele dag dan lekker buiten rondlopen. Sprong van mijn fiets af midden in de sneeuwhoop en het was echt van, inderdaad van die kleffe rotsneeuw, weet je wel, van die half gesmolten zooi. En flatsch, mijn sokken waren in één klap verzopen. En aangezien ik geen zin had om terug naar huis te gaan om andere sokken aan te doen, heb ik er gewoon serieus nog de hele dag mee rondgelopen. Ja, handig. Niet verkouden van geworden, dat is ook weer verrassend. En vervolgens heb ik daadwerkelijk nieuwe sneeuwschoenen gekocht. En sindsdien heeft het al jarenlang niet meer gesneeuwd hier. Dus dat is ook een beetje jammer. Maar goed, ik heb nu dus goede sneeuwschoenen. Ze staan heel goed soft te verzamelen al jarenlang. Ik hoop nog steeds iedere winter weer dat we gewoon een beetje mooie sneeuw krijgen. Dus niet van die kleffe zooi, niet van die gladde zooi, maar gewoon mooie, leuke sneeuw. Dat ik mijn sneeuwschoenen weer aan kan en alles. En dat het gewoon mooi is. Maar goed, we blijven maar hopen. Geen idee wat er voor deze winter voorspeld was. Volgens mij was er een kwakkelwinter voorspeld. Dus dat is ook weer een beetje jammer. Maar we kunnen in ieder geval genieten van het tekenen van sneeuwcreaturen op onze nagels, zullen we maar zeggen. En om nog even terug naar het schilderen te gaan met mijn geklets overigens. Wat ook een leuk ding is om gewoon, ja... Nail art er ingewikkelder uit te laten zien dan het is, is gewoon hele simpele details. Het is heel makkelijk om streepjes op een sjaal te tekenen, maar het geeft toch net wat meer detail, weet je. Het maakt het hele beeld gewoon completer dan wanneer je het niet zou doen en het gewoon een groene sjaal zou laten. En wat ook, vind ik, heel veel verschil maakt, is dingen die glanzend zijn, zoals de hoed en de ogen, om daar daadwerkelijk wit op te doen. Want, ja, weet je, het geeft gewoon een meer realistisch effect. En wat ik zelf altijd vind, als je iets schildert, en dat had ik zelf in het begin heel erg, dan vroeg ik me altijd af van waarom ziet het er nou zo creepy en doos uit? Nou, dat was dus omdat ik de ogen gewoon geen glans gaf. Natuurlijk zijn sneeuwpoppen technisch gezien niet levend, maar ze zien er toch beter uit met glans in hun ogen, steentjes, knopen. Wat dan ook de ogen moeten voorstellen. Oh, dat is trouwens ook zoiets, dat bedacht ik me laatst. Dat er heel veel films en verhalen zijn over sneeuwpoppen die tot leven komen. Maar dat het mij pas echt creepy lijkt als er een film zou zijn over een sneeuwpop vanuit het perspectief van de sneeuwpop. Want het lijkt me zo ontzettend niet leuk om een levende sneeuwpop te zijn. Gewoon, je staat daar, je kan verder niet lopen of zo, want je hebt ook geen spieren of wat dan ook. Je bent alleen maar een hoop sneeuw die op de een of andere manier een bewustzijn heeft. En zelfs als je kan lopen, je weet gewoon dat op het moment dat het gaat dooien, wat hier in Nederland heel snel weer gebeurt over het algemeen, dat je nou smelt, dat lijkt me zo ontzettend echt, serieus. Dat lijkt me nou eens een goeie voor een horrorfilm. Het leven van een levende sneeuwpop. Als er zo'n film bestaat, hoor ik het graag over. Want het lijkt mij een interessant onderwerp. Maar goed, weer even terug naar het schilderen. Wat ik hier doe is, zoals je ziet, de outline aanbrengen. Origineel was ik niet van plan om een outline te doen eigenlijk. Maar ik kwam tot de conclusie dat helaas met de combinatie van een blauwe achtergrond en een blauwe sneeuwpop, dat er dan niet heel veel zichtbaarheid overblijft. Vanaf een afstandje leek het meer wat zwevende kledingstukken dan een daadwerkelijke sneeuwpop. Dus vandaar dat ik toch mijn outline heb gedaan. Dat is serieus het meest stressvolle gedeelte aan het schilderen van een nail art. Zeker een nail art van een sneeuwpop. Want je hebt dus gewoon zwarte lijntjes over een voornamelijk wit creatuur. En als je dan een foutje maakt, dan kan je het bijna onmogelijk weer gewoon gaan herstellen. Maar goed, één ding wat mij heel erg helpt is, ik heb ooit een tutorial gezien van, volgens mij was het Hot Pink Super Polish, over het bijknippen van nail art kwastjes. Als je het helemaal in detail wil zien, zoek vooral het filmpje op, want het is echt een heel nuttig filmpje en ze heeft heel duidelijk laten zien hoe je dat dus het beste kan doen. Maar waar het op neerkomt is dat je eigenlijk rondom de middelste haartjes van de kwast alle andere haartjes wegknipt, zodat je wel de lengte houdt en de flexibiliteit, maar dat het dus, weet je wel, een heel dun kwastje wordt. En dat helpt serieus echt zo enorm, want hoe dunner het kwastje is, hoe minder dik je de lijnen kan maken. En ja, weet je wel, een lijn dikker maken is significant makkelijker dan hem weer dunner te krijgen. Dus ja, dat is serieus echt iets, ja, dat heeft volgens mij mijn nail art echt wel naar een ander niveau gebracht. Dat ik gewoon nu een veel dunner kwastje heb, want je kan gewoon veel meer detail erin maken. In de hele nail art, niet alleen in de outline. Dan voor de 3D onderdelen ben ik begonnen met wat glitter, want glitter is altijd goed. Ik heb gewoon wat normale topcoat. Deze is van Catrice, geloof ik. Ik zal het weer onder het filmpje neerzetten als gewoonlijk. Aangebracht op de tip en daarna met een fanbrush wat losse glitter overheen gedept. En daarna gewoon met mijn vinger heb ik het wat platter op de nagel geduwd. Gewoon om te zorgen dat ze goed plat lagen. En niet op random manieren uitstaken. En dan vervolgens de sneeuwpop die naar boven kijkt. Ik had zoiets van, nou, die kijkt misschien naar vallende sneeuw of zo. Dus ik heb wat grote sneeuwvlokken, sneeuwballen gemaakt. Van flatback parels en daarna van die caviar beads, ook aangebracht als kleine sneeuwvlokjes. Eén tip voor die caviar beads, probeer ze niet met een waxpensel op te pakken. Doop gewoon het waxpensel in de topcoat en pak ze dan op, want het is serieus een ondankbare taak om het anders te doen, want het werkt voor geen meter. En het was zeer frustrerend en dit waxpensel kan je gewoon, weet je wel, weer slijpen zoals gewoon potlood en dan is de topcoat er ook vanaf. Vervolgens op de sneeuwkristallen heb ik in het midden een glitter rhinestone gedaan en dan op de pootjes een gewone rhinestone. Met uitzondering van de pootjes aan de zijkanten die helemaal aan de zijkant van de nagel komen. Want ik had zoiets van, ja, het is gewoon een topcoat, geen gel topcoat of wat dan ook. Dus dat ga ik er waarschijnlijk toch zo afstoten en dat is dan weer zonde. Dus daar heb ik ze maar gewoon weggelaten. En de middelste sneeuwpop krijgt ook op zijn ogen wat steentjes. Geeft er nog wat extra levendigheid. Oh, en één dingetje. Zorg wel dat je dit pas doet natuurlijk als de acrylverf goed droog is. Dat het niet uit de weg geveegd wordt. En daarna is het tijd voor, nou ja, niet eens echt topcoat. Het is geen topcoat. Het is Fairy Dust van China Glaze. Zoals je ziet een ja, kleerlakje met gewoon wat holografische glittertjes er verspreid in. Niks dekkends uiteraard, want dat zou zonde zijn van een heel hard. Maar dat geeft dan net even dat magische sneeuweffect waar ik voor ging. Ik vond het wel een leuke toevoeging. En ik heb geprobeerd om de meeste 3D-items op de glitter en de caviar beads na gewoon een beetje, ja, eigenlijk te ontwijken. Om te zorgen dat ik dat niet helemaal plat maak. Kijk, de caviar beads is heel klein, die kan je niet ontwijken. Maar als je over de pareltjes heen gaat, dan komt er ook glitter op. En die wilde ik juist niet glitterig. En ja. En hier heb je dan uiteindelijk het resultaat. Ik vond het zelf echt super leuk om te doen. Om de een of andere reden vind ik het altijd super leuk om sneeuwpoppen te schilderen. Geen idee waarom. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je wil, kun je ook het abonneren op mijn kanaal. Ik doe 1 keer in de week nail arts, 1 keer in de week make-up tutorials. En 1 keer in de week een random kletsvideo, piercingvideo, tagvideo. Wat ik dan ook maar kan verzinnen. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.